Je moet in eerste instantie om in de binnendiensten gaan werken, moet je wel de telefoon willen oppakken. Dus dat is dan wel belangrijk. Maar ook gewoon het contact met mensen. Je wil gewoon echt het verhaal van mensen. En als je salesgedreven bent, resultaten behalen, deals sluiten, ja, dat moet je gewoon interessant vinden. Ja, dat zijn dingen waarvan ik... Is het niet mee eens? Nee, dat zijn dingen die we ze leren, vind ik. Nee. Ik vind, je moet twee dingen hebben. Je moet willen winnen. En je moet een vorm van nieuwsgierigheid in je hebben. De cultuur binnen onze teams draait om work hard, play hard. Een soort van familiegevoel eigenlijk wat je een beetje met elkaar hebt. Je wilt voor elkaar staan. Maar ja, wanneer het nodig is, help je elkaar. Maar iedereen heeft ook echt wel het drive om te winnen, om resultaten te behalen en het met elkaar te doen. Kijk, sales is prospecten, verbinden, helpen, closen. Maar je moet wel zoeken naar die verbinding, zodat je een soort vertrouwensband creëert. Waardoor je daadwerkelijk de vragen stellen mag om te kijken, joh, waar liggen nou de ambities van die ondernemer? Waar zitten nou de uitdagingen binnen zijn zaak? En waar vind je haakjes waar wij met thuiszorg.nl en onze service daadwerkelijk kunnen helpen? Naast het sluiten van de deals coach ik natuurlijk een team. Ja, en ik haal heel veel voldoening uit om jonge talenten daadwerkelijk soort allround commerciële mensen te maken. Dat vind ik echt fantastisch. Ik ben ook binnengekomen als een inside sales representative. Ik heb daarna after sales gedaan. Vanuit daar een leidinggevende functie aangegaan en daarin ook elke keer de takenpakket uitgebreid. Op verschillende projecten gedaan, ook internationale georiënteerde projecten gedaan. Dus het is gewoon heel erg leuk. Elke maandag is weer anders. Het is altijd wel weer wat veranderd. Het is altijd wel weer een nieuw kantoor geopend. Of we zijn in een nieuw land begonnen. Of gestopt. Of er is weer een nieuwe collega die vraagt of ik nieuw ben. Ja. En dat is wel wat het zo leuk maakt binnen dit bedrijf.